Hey hoi, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video op mijn YouTube-kanaal. Ik ben Naomi van Journal by Naomi en vandaag een unboxing video. Ik heb alweer een pakketje gekregen van Your Creative Studio. Volgens mij is het de novemberbox. Ik ga even spieken. Oh, soms zetten ze erin. Nu niet. Ik had hem al even opengemaakt, maar ik weet echt niet wat het thema deze keer is. Vorige keer had ik stiekem gespiekt, maar nu weet ik het niet. Hij is best wel vol. Een van de nadelen vond ik wel dat ik deze keer bijna 10 euro aan importkosten moest betalen. En dat is van 6 naar 8 naar nu dus bijna 10 gegaan. Dus dat vond ik deze keer een beetje jammer. Ik heb de box gratis gekregen, maar als je dan ook nog de box moet kopen, wordt het misschien wel een beetje een dure box. Ik zal hieronder even de site linken waar je hem kunt bestellen. En je kunt er elke maand dus eentje bestellen. En volgens mij is dit die van november. Ik ga jullie omdraaien en dan gaan we hem even samen uitpakken. Daar gaan we dan. Als eerste weer een mooi thank you kaartje. En deze kan je natuurlijk heel mooi gebruiken. Zo, die kant. Ook het papiertje waar ze mee inpakken kun je natuurlijk altijd heel mooi gebruiken. Jeetje, ik weet nog steeds niet wat het thema is. Blauw. Oké, waar gaan we mee beginnen? Ik weet het niet. Met dit koffertje. Wat schattig. Zal er ook iets in het koffertje zitten? Nee, er zit niks in het koffertje. Zo. Niet je vingers tussen doen. Wat leuk. Ik denk dat het iets met reizen is of zo. In ieder geval staat hier een luchtballon op. Luchtballon, sorry. En mooie tickets. En postzegelachtige dingetjes. Ik heb de laatste niet gedaan. Straks even weer inpakken. Een heleboel labels. Ik gok tenminste dat dit allemaal labels zijn. Yes, in groen en rood en blauw. Zo doen. Zo. En wat zijn dit? Dit is van Your Creative Studio zelf. Oh, dat zijn... je kunt ze als staplader gebruiken in je planner. En dan hier bijvoorbeeld de maand opschrijven. Het zijn er heel veel. Ik laat ze er even in zitten. Staat er ook boven wat het is? Journal tabs. Ja. Leuk. De black and white collection. Met bloemetjes. Allerlei verschillende. Met uitleg erbij welke het is. En hier zitten er dan nog een aantal in. In washi. Of in vellum bedoel ik. Oké. Okay. Dan gaan we naar de masking tape. Ook een blauwe. Met bloemetjes erop. Moest even goed kijken. En dan een klingstem. Met een bloemetje. En nog eentje. Groot zakje, dus zal wel een grote zijn. Ja. Ook met een bloem. Oh, deze is niet helemaal
Hij heeft de reis niet helemaal overleefd. Zonde, wel heel leuk. Nou, die doen we zo wel even in een stickerboekje. Zonde hoor, het zijn wel hele mooie stickers. Dan Paper Ephemera. Even eruit halen, want je weet nooit wat voor soort het is. Het voelt een beetje als behangpapier. Ook leuk met die blauwe bloemen. Ik vind dit een leuk thema. Die bakker van de vorige keer vond ik wat minder. Deze vind ik echt weer heel erg leuk. Hier kunnen we wel wat mee. En sticky notes. Weer, ik laat ze er even in hoor. Hele mooie dunne papiertjes. Een beetje servetachtig. En dit vind ik echt helemaal niet qua thema erin passen. Nou, kom eruit. Maar het zijn wel bloemen. En het is, ja, het is washi tape. Nou ja, het is een, je kunt het gebruiken als washi tape, zeg maar. Floral Masking Sticker Set. En er zitten 3 designs en 4 sheets in. Wel leuk. Nou, dus het thema bloemen. Wat natuurlijk nu wel een beetje past bij wat ik aan het doen ben. Zo. Alles mooi. Ik vind het koffertje thuis echt heel grappig. Past er niet echt heel erg bij. Ja, er zitten ook bloemen op. En de tape. Alles? Nee, deze staan er niet op. En dan hebben we die hier. Zo. Nou, dat was hem weer. Dankjewel voor het kijken.